Hey, goed dat je kijkt naar weer een nieuwe IGN Masterclass. Vandaag zit ik met Tony Kok. Tony kan supergoed FIFA spelen en hij gaat ons alles uitleggen over corners. Is er een bepaalde manier waardoor je altijd een corner erin kan schieten? Doe je hem altijd naar de eerste paal of juist naar de tweede paal? Ik doe hem in feite altijd naar de eerste paal, maar je kan hem niet altijd erin schieten. Het is altijd 1/3 gaat erin als je hem echt goed neemt. Want het blijft FIFA natuurlijk en het is steeds realistischer gemaakt. In het echt gaat ook niet elke corner erin. Ja, exact. Dus je kan het ook niet verwachten bij FIFA. Alright, laten we in de game gaan. We hebben al een corner klaarstaan. En waar let je nou op? Nou, wil je juist dat er een man naar de eerste paal toe loopt? En creëer je met je eigen... Met je cirkeltje moet je hem eigenlijk daar positioneren, toch? Bij de eerste paal. Kijk, dan kan ik hier mooi uitleggen als ik L1 doe. En ik ga hem nu nemen. Ja. Gebeurt er nog niks. Ik kan nog vrijlopen met mijn spelen. En wanneer ik dan bijvoorbeeld kruisje doet, gaat hij hem nemen. Kan Lewandowski hem hier inkoppen. Dus je probeert hem nou een beetje naar het midden te schieten eigenlijk? Juist. In feite probeer ik hem eerst naar de eerste paal te trekken. Ja. Want dat is voor mij de makkelijkste manier. Want de keeper gaat een beetje buggen. Ja. Bijvoorbeeld als je hem hard neemt en hij kopt hem, gaat hij eigenlijk op de grond liggen. Waardoor je eigenlijk gewoon een leeg goal inkopt. Oh, je kan hem gelijk inschieten dan? Juist. Dit is gewoon gebruik maken van de exploits in de game eigenlijk? Juist. Dus je denkt niet als een voetballer, maar je denkt gewoon, oké, de game is een beetje broken en daar ga ik gebruik van maken. Juist, daar moet je natuurlijk op anticiperen en dat is heel belangrijk. Ongelooflijk. Right, we hebben nog een hoekschop gecreëerd. Tweede manier. Yes. Eerst had je hem naar de eerste paal gehaald. Wat ga je nu doen? Ik ga hem nu kort nemen en dan kan ik of jouw man passeren of ik kan blijven staan, zodat de man die de corner neemt ook door kan lopen. Oké. Okay. Dus je hebt hier eigenlijk twee variaties in. Ja. Ik zal ze allebei laten zien en dan zal je zien dat ik hier eigenlijk heel makkelijk uit kan scoren als je hem goed uitvoert. Oké, laten we het proberen. De eerste keer hou ik je hier af. Ja. Zie je die tweede man, die zie je meelopen. Ja. Kan ik hem hier meegeven, hier ga ik je voorbij. Hard voor. Ja, dat doe je toch wel heel goed hoor. Ja. Het is een gewenning zeg maar, je moet hem echt een paar keer uitvoeren. Ja. Als je hem eenmaal door hebt, heb je twee variaties waardoor hij nooit weet wat je in principe gaat doen. Ja. Dus dit is eigenlijk de manier die je altijd een beetje gaat gebruiken. Een beetje kort spelen, tik-tak en erin schieten. Dit is het meest effectieve in plaats van voorgeven. Voorgeven heb je altijd nog de situatie van hij kan hem wegkoppen. Ja. En nu heb je het helemaal zelf in de hand, jij hebt de bal. Jij kan bepalen wat er gaat gebeuren. En hoe kan ik dit nou tegengaan? Nou, heel moeilijk. Ja? Want je kan nooit weten wat hij precies gaat doen. Of exact. Hij kiest de ene, beter laat voor de ander. Maar het is gokken voor de tegenstander wat jij gaat doen. 50-50. Juist. Ongelooflijk. En met deze corner... Kun ik ook zelf laten lopen, dus bijvoorbeeld jij zou hier staan, zou ik heen en weer kunnen bewegen totdat jij een kant kiest. Dan kom ik hier langs en dan kan ik hem hard voorgeven. En dan gaat hij er nog in? Juist, precies dezelfde variatie eigenlijk, alleen op een andere manier. En dan schiet je hem naar de tweede paal of naar het midden? Precies hetzelfde als bij Lewandowski. Bijvoorbeeld, jij komt nu op me afrennen, ja. Zoals hier. Nu kies ik een kant. Bijvoorbeeld, deze is nu de meer ruimte. Robben in en dan kan ik er weer schieten. Geloof. Vet man, dat zijn wel echt goede tips. En voor een tegenstander weet je gewoon niet wat je moet doen. Want je wordt zo vaak gepasseerd dat je op een gegeven moment denkt, ja. En je keeper ook, hè. Die maakt dan ook, dat ze ook gebruik maken van de bug eigenlijk in de game. Dat hij gewoon gaat liggen. En dan kunnen we inderdaad in de open goal inschieten. Juist, en zeker als je hem, ik geef trouwens voor met R1 kruisje. Dan geef hem hard voor. En wanneer hij dan eigenlijk gewoon één keer aanraakt zoals je net zag. Dan kan de keeper niks meer. Omdat dat is gewoon het fout van het spel, zo zie ik dat. Ja. En op dat moment gaat de keeper liggen en heb je een vrij voet inschieten. Right, Tony, hoe ga je deze nemen? Deze ga ik heel hard nemen. Deze heb ik een paar keer geprobeerd. Ik denk dat die 50-50 erin gaat. Ja. Alright, 50-50 kans. Juist. Je zorgt dat je speler iets meer naar de hoek toe trekt. Juist. Ik zorg altijd eerst dat ik hem geselecteerd heb met L1. Ja. Zie je zo'n rood dingetje boven zijn hoofd staan. Daar heb ik hem helemaal voor ingedrukt. Dan zorg ik dat ik een beetje voor de man sta. En dan kan ik hem hier, als het goed is, inknikken. Wauw, dat is mijn omhaaltje, joh. Ja. Lekker hoor. Dus even samengevat, welke corner zou je nou het beste kunnen gebruiken eigenlijk? In een algemene situatie? Het meest effectieve is de korte hoekschop. Ja. Dat je natuurlijk twee dingen kan doen. Of je kan wachten tot de ene speler doorloopt. Ja. Je zeer effectief is. Of je kan meteen zelf gaan lopen en dan heb je hetzelfde resultaat. Goed jongens. Laat even weten in de comments of deze manier ook voor jullie werkt. Subscribe ook zeker even op het kanaal van Tony. Deze man is net begonnen met YouTube, dus support hem zeker. En we zien jullie bij een nieuwe IGN Masterclass.